De Amerikaanse kunstenaar Rob McDonald stiet er teleursteld bij. Hij maakte de boot van Islali Stakjes maar bern. Eerst werd bezocht het water uit de boot te pompen. 30 days ago it was floating when I saw it last. It was in horrible condition, but it was floating. And now to see it like this, it's just unbelievable. Ik had vermoeden dat het door de winter komt, door de ijsvorming in of buiten de boot. In ieder geval, de boot is net geschikt wat een boot normaal van maken is en dat is om te drieën. Dat blijkt nu wel. De kwaliteit is dusdanig dat je er eigenlijk net vol van verwacht je mocht. Het schip is twee lina grauw hellen om het aquarium te promoten. Volgens mij dat net slagen, want het is alleen maar negatieve publiciteit rondom de tor. Neffens McDonald hier deze blamage voorkomen we erin. Neffens hem er heel dan net naar de boot omschoen. They never took the sail off the boat. They never even tried. They never did anything. They just did nothing. They put it here and did nothing. Hij is eigenaar ervan en dat hij vindt dat er wat aan gebeuren moest dan hier de dwarmatten. Van der wij er nu net omhoen. En waar zit die boot nou heen? Dat weet ik net. Er zijn mensen van de Bataviawerf die hebben ondervinding met vreemdsoortige boten. Die willen zien dat er gerepareerd wordt. We made a miracle come true. Even Guinness has said this boat would never work if we made it. It's been sailing. We've sailed it all the way over to London already. The ship does a great job. She's a terrific boat, or was a terrific boat. And I think she will be again. I'm the kind of guy that believes in miracles.